kindertjes. Vandaag maak ik eierkoek op de wijze van Jacoba en Quinten. Kijk, ik heb alle ingrediënten al klaargelegd. 3 eieren, 1 theelepeltje bakpoeder, 3 eetlepels roomkaas en het zout en een kloppertje. Jan Klaassen, je kunt beginnen. Oh, Katrien, ik ben er helemaal klaar voor. Oh, ik heb al zo'n goesting voor die lekkere koeken. Jan Klaassen, dat kan niet zonder schort. Eens even kijken. Oh, ja. Dit schortje gaat onze Jan Klaassen beeldig staan. Zo, een strikje. En je kunt eraan beginnen, Jan Klaassen. Oh, prima. Ben je klaar? Ja. Echt klaar? Ja. Goed. Doe precies wat ik zeg, Jan Klaassen. Ja. Neem een ei en scheid het. Wat is scheiden? Ja. Je doet een klopje op de plank. Tik. Zo. Dan houd je het boven de glazen kom. Hopla. En het eiwit. Pas op, want niet morsen met geel, dat weet ik. Ja. En het ei geel doen we in de schaal. Nog even uitruppen. Voilà, dat is één. En nu de andere eieren zo. Goed. Goed. Goed zo. Nu de kaaspletten bij het geel. Samen met het bakpoeder en het zout. Pletteren, doe ik het zo goed? Ja, dat is perfect, Jan Klaassen. Pletter. Perfect. En nu het eiwit stijf kloppen, Jan Klaassen. Klop, klaar. Katrientje, kijk eens, het is al in orde. Nee, Jan Klaassen, dat moet helemaal wit en stijf zijn, zodat ik het boven uw kop kan houden. Oh, ik zal iets boven mijn kop houden. Nee, niet doen. Nu nog niet. Je moet nog veel kloppen. Het is inderdaad nog heel lopend. Dan kloppen we verder. Klop. Is zo dan klaar? Nee, Jan Klaassen, want kijk eens, het schuift nog. Oeh, ja, nog ja, verder. Ik zie het zelf ook. Ik ga voor doen. Proef op de som nemen of het nu stijf genoeg is. Aan de 1, aan de 2, of aan de hoepsakee. Oh, Jan Klaassen, bravo. Dat heb je goed gedaan. En nu alles door elkaar spatelen. En dan zal ik de oven opzetten. Mijn Katrien ziet er al heel eetbaar uit. Oh, ik kan bijna niet wachten tot het klaar is. Amai, ik verschiet zeg. Oh, de koekjes zijn prachtig geworden. Ik ga ze gauw uit de oven halen. Jan Klaassen, pas op, dat is warm. Doe ovenwanten aan. Maar Katrientje, ik kan daar allemaal stegen ook zonder wanten. Zo, zeg. Oeh. Waar is die koek nu naartoe? Man, geen roten. Houd hem tegen. Pannenkoek, wacht op mij. Oei, toch niet blijven. Hey. Oei, nu is mijn koek daar in het water gevallen. Oh, wat moet ik nu doen? Ik weet het al. Ik
ga gauw een hengeltje maken. Hier heb ik al gauw alles klaargelegd. Een schaar, een bolleke wol, een bolleke draad en natuurlijk een stokje. Dat wordt mijn hengel en, het belangrijkste niet te vergeten, een haakje. Ik heb dat haakje gemaakt van een oude kapstok die Katrijntje toch niet meer nodig heeft. Zo, nog het haakje vastmaken met een stevige knoop. En zo. Klaar. Oh, ik heb beet, ik heb beet. En trek hem aan, en trek hem aan. Hopsakee, de koek heeft gebeten. En... oei, wat nu? Oh, is dat al dat van mijn koek overschiet? Ja, Klaassen, daar hebben de salamanders en de visjes lekker van gesmuld. Het mag voor ons ook wel eens feest zijn. O jee. Hoe moet ik dat gaan vertellen aan Katrijntje? Oh, Katrijn, slecht nieuws. De koek is van de wereld afgerold. Ja, maar Jan Klaassen toch. Wie bakt er nu ook eierkoeken met de deur open? Maar kom, ga maar zitten, want we hebben nog heel veel koeken over. En weet je, er is er een voor Ona Katinka en een voor Ella. Ene voor Jacoba en natuurlijk ook ene voor Quinte en voor alle kindjes die meekijken. Och, Katrijntje, u is een schattenbol. Kom hier dat ik u vastpak. Ja. Jan Klaassen en Katrijn, die vinden het zo fijn om bij elkaar te zijn. Ja, bij elkaar te zijn. Jan Klaassen en Katrijn, die vinden het zo fijn om bij elkaar te zijn. Ja, bij elkaar te zijn. Dag, dag, dag.